De wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten loopt nog tot zaterdag 14 maart 2020. Deze in de kiesregeling vastgestelde terinzagelegging ging op 14 februari van start en geschiedde onder meer op de districtscommissariaten en bureaus voor burgerzaken. Jutta Sukar Singh, woordvoerder van de commissie Voorlichting Verkiezingen, gaat in op het verloop van het project. Heeft u uw persoonlijke gegevens al gecheckt? Nog niet, heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel ervaren dat ik al die voorgaande jaren toch geen problemen daarmee had. Weet u dat u tot 14 maart dat kan checken? Ja, zeker wel. U weet dat u het tot 14 maart kunt doen, toch? Nee. Tot nu toe kunnen we spreken van een vlot verloop van de wettelijke terinzagelegging. Als organisatie ben je natuurlijk nooit helemaal tevreden en wil je dat er zoveel mogelijk burgers participeren. Vandaar dat wij oproepen dat de komende dagen, de laatste dagen na de wettelijke terinzage, voor de wettelijke terinzagelegging, het van belang is, indien u uw gegevens nog niet heeft gecheckt, dat u het alsnog doet. En u heeft de kans tot zaterdag 14 maart om uw gegevens te checken. Heb je persoonlijke gegevens al gecheckt? Toevallig wel, vanmorgen nog. En weet je dat je tot 14 maart kan checken indien je wat zou willen veranderen? Dat wist ik niet. Nee. Hoe belangrijk vind jij het om je persoonlijke gegevens te checken? Ik vind het heel belangrijk, want dan, als je persoonlijke gegevens niet kloppen, dan kan je niet stemmen. En elke stem telt zoals we weten, Suriname. Dus ga je gegevens checken, zou ik zeggen. Het is enorm belangrijk dat u uw gegevens checkt. Waarom? Uw gegevens moeten naar correctheid voorkomen op de kiezerslijsten. Anders ontvangt u uw oproepingskaart niet. Ja, een verkeerde naam, een verkeerd adres kan ervoor zorgen dat u uw oproepingskaart niet in handen krijgt. Vandaar dat het enorm belangrijk is. U kunt ten alle tijde uw gegevens checken. Wat u niet kunt doen, is de verandering doorgeven. Ja, en dat is dan jammer, want als u na de periode van de wettelijke terinzagelegging tot de conclusie komt of erachter komt dat uw gegevens niet checken, dan gaan die helaas niet gecorrigeerd kunnen worden. Dan is de correctie voor na 25 mei. Hoe belangrijk vindt u het dat de bestuursopzichters hier zijn? Ze zijn al een maandje in de stad. Vanaf 14 februari zijn ze al in de stad en tot 14 maart zijn ze er, zodat de burgers hun stukken kunnen checken. Hoe belangrijk vindt u dat, zodat de mensen niet helemaal naar CBB hoeven te gaan? Ik vind het een goed idee, want het is makkelijk, weet je. Ze zijn om elke bocht zie je ze. Dus de mensen hoeven niet te gaan zoeken. Iedereen wil het makkelijker nu. Dus ik zie ze wel, maar telkens als ik langs rijd, moet ik gaan. Maar vandaag heb ik wel gemeend van dat ik hem echt ga checken vandaag. Ja, want ik wil ook dat alles moet kloppen, want als ik ga stemmen, moet niets meer hinderen. De gegevens kunnen gecheckt worden tot en met zaterdag 14 maart. En tot en met zaterdag 14 maart kunt u ook aangeven of er iets een fout is. En in die periode, dus vanaf 14 februari tot en met 14 maart, daarom heet het de wettelijke terinzagelegging, kun je alle correcties en aanvullingen aangeven. Zij worden dan gecorrigeerd, indien het zo moet zijn dat ze gecorrigeerd moeten worden. En die verandering is dan te zien op de kiezerslijsten die dan geproduceerd zullen worden. Van hieruit roep ik namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en de verkiezingscommissie Voorlichting een ieder op om van deze dagen nog gebruik te maken. Het zijn 73 dagen voor de verkiezingen, maar er resteren nog 2 dagen om uw gegevens naar correctheid te controleren. Doet u dat en gaat u bewust stemmen op 25 mei 2020.